Jongens en meisjes, dames en heren, daar ben ik weer met een hele leuke vlog voor nu. Ik wil jullie even op de hoogte houden voor aanstaande zaterdag. Zaterdag staat het duel op het programma Nieuwerheurst Den Bosch, Dona Grunning om 8 uur in de Maaspoort in Den Bosch. Om 8 uur. De tip-off is om 8 uur zaterdagavond om 8 uur in de avond in ieder geval. En ik zit in het uitvak in Den Bosch, in de Maaspoort. Dus kom allemaal naar het uitvak en steun Dona naar de overwinning. Wij moeten die punten hebben. In ieder geval, die punten moeten mee naar Grunning. En we kunnen het carnavalsfeestje in Den Bosch aanstaande zaterdag even verpesten voor hun. Dat wij nou een overwinning meenemen naar Grunning. Dat wij het feestje daar gaan verpesten voor hun. Dat lijkt me wel leuk. Een nou feestje voor Grunning. Lekker man. Puntjes mee in de tasje, lekker naar Grunning. Hoppatee! Nou, ik hoop in ieder geval dat Dona wint. En laten we het hopen in ieder geval. En FC Grun heeft in ieder geval verloren van FC Dordrecht. Met 1-0 helaas in de Keukenkampioendivisie. Maar nu staat het aanstaande donderdag weer het programma in de kwartfinale van het KNVB-beker. Duel tegen Fortuna Sittard. En wij willen natuurlijk het carnavalsfeestje voor Sittard verpesten. Natuurlijk is dat leuk om allerlei feestjes te verpesten voor anderen. Heerlijk. Maar goed. De punten moeten in ieder geval gewoon gepakt worden. En ik speel aanstaande 24 februari weer. Dan speel ik weer thuis tegen de SVG Vrouwen uit Tilburg. Met VV Trinitas Oosterwijk G1 staan wij nu eerste uit 2 wedstrijden. 6 punten. Doelsaldo plus 15. Wij hebben nu 19 goals voor. 4 goals tegen. En 6 punten bovenaan. En JK GM uit Bavel, uit Breda, die heeft nu 3 punten uit 1 wedstrijd. En die heeft nu plus 3 doelsaldo. 6 goals voor en 3 goals tegen en 3 punten. Dus die hijgt ons in ieder geval in de nek. En zij moeten nu aanstaande 17e, moeten zij weer spelen tegen OVC 26 G3 JM uit Tilburg. Zij spelen om 10 uur 's morgens al. En andere concurrenten spelen ook nog best vooruit tegen de SVG Vrouwen G4 om 11:30 als het goed is in ieder geval. Zij spelen dan tegen elkaar onderling in ieder geval 17 februari. En wij spelen weer 24 februari thuis tegen de SVG Vrouwen G4 uit Tilburg. Dan spelen wij om 11:30 en dan speelt JK GM... JK G1 JM thuis om 2 uur 's middags tegen. Om 2 uur 's middags thuis tegen. Best vooruit G2G in ieder geval. Dan spelen zij 's middags. Wij hopen natuurlijk dat wij deze twee hele belangrijke wedstrijden gaan winnen. De 24e. En de 24 februari. En dan spelen wij ook nog op 2 maart. Spelen wij ook nog. Dan die moeten wij in ieder geval ook nog hebben. Dan spelen wij weer uit tegen Best Vooruit G2G. Om 11:30 morgens in Best. Dus deze zijn heel belangrijk om nu te pakken allemaal, deze punten. Dan staan wij in ieder geval lekker bovenaan en blijven wij bovenaan staan. Heerlijk man, wat een start van 2024. Het zou te gek zijn als wij het kampioenschap kunnen pakken dit jaar. En tegen mijn oude team kunnen zeggen dat ik een keer kampioen ben. Eindelijk, dan kan ik het ook een keertje zeggen. Nou heerlijk. Jongens, ik wil je bedanken voor alle steun die je krijgt de afgelopen tijd en afgelopen weken ook heel veel. En we gaan gewoon lekker door met vloggen natuurlijk. Er komen nog heel veel vlogs aan. Aanstaande zaterdag in de Maaspoort. 8 uur. Tip off. Wees erbij. Mis deze kraker in Den Bosch niet. Kom allemaal in het Dona uitvak. En steun Dona naar de overwinning. En schreeuw Dona naar de overwinning. Want Dona heeft de punten hard nodig. We moeten aanstaande zaterdag winnen. Want wij staan vierde met 22 punten. En Nieuwerheurst Den Bosch eerste met 29 punten. Dus zij staan eerste. Zij zijn natuurlijk thuisfavoriet. Helemaal omdat zij het carnaval begint aanstaande zaterdag. Van 10 februari tot en met 13 februari in ieder geval. Tot en met dinsdag 30 februari. Dan is hier carnaval. 4 dagen lang. Van zaterdag 10 februari tot en met dinsdag 13 februari, dan is het hier carnaval in het zuiden van Nederland. In Oosterwijk hier. En Oosterwijk heet dan ook met
Carnaval Dillekes gaat hij in ieder geval. Dus dan weten jullie dat allemaal weer. Jongens, ik wil jullie bedanken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou tof? Vond je hem nou informatief? Laat even weten onder hier in de reacties. Ik ben super benieuwd en super hyped voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd moet gewonnen worden. Let's go Donar! Hatsa! En ja, wij moeten in ieder geval de 24e wedstrijd thuis spelen tegen, tegen de SVG Vrouwen G4 JM. Tegen de G4 Vrouwen in ieder geval. Nou, laten we daar in ieder geval de eerste volgende wedstrijd gewoon knijterhard winnen. En die punten pakken en even op doelsaldo even werken. En dan gaan wij in ieder geval weer lekker stijgen met punten in ieder geval. Dan gaan wij naar 9 punten. En ik hoop dat de concurrentie allemaal verliest. En dat wij alle wedstrijden winnen. En dat wij dit jaar kampioen worden. En dan worden wij allemaal gehuldigd. En op een platte kar gaan we dan. Dat heeft onze coach geregeld. En zij gaat regelen dat wij op een platte kar gaan allemaal. En dan gaan wij hun onder de douche natuurlijk zetten. Hatsa! Dat vinden wij natuurlijk hartstikke mooi. Maar zover is het nog niet. Zover zijn we nog niet. Want we hebben nu nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Dus jongens, we gaan het gewoon zien wat het gaat worden. 24 februari en 2 maart voor ons. En 16 maart spelen we ook nog thuis tegen JKG1 JM in ieder geval. Om 11:30. Dus dat wordt ook nog een hele belangrijke thuiswedstrijd voor ons. Die moet gewonnen worden. Willen wij voor het kampioenschap gaan, dan moeten deze wedstrijden gewonnen worden door ons. En we mogen geen punten laten liggen. Wij moeten thuis dan winnen. In ieder geval nu thuis en dan uit 2 maart en dan 16 maart weer thuis. Dus jongens, wees erbij. Koop tickets voor Donar in ieder geval voor het uitvak in Den Bosch aanstaande zaterdagavond in de Maaspoort. En steun Donar naar de 2 punten in ieder geval. Want iedere wedstrijd krijg je in het basketbal krijg je dan 2 punten. Nou, en in het voetbal krijg je 3 punten in ieder geval. Dus wat heb ik nog meer te zeggen? Volgens mij was het wel. Nou, ik heb... wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik ben bij mijn pa geweest. Nu ben ik weer hier. En we gaan nu een mooie week ervan maken. En we gaan het wel zien. En 24 februari moeten wij gewoon eerst de thuiswedstrijd winnen. En dan zien we wel weer verder met de competitiewedstrijden en waar we dan staan. En ik hoop dat we aan het eind van de rit op 11 mei in ieder geval helemaal bovenaan staan. Want dat is de laatste wedstrijd voor de zomerstop op 11 mei thuis om 11:30. Of uit om 11:30 spelen wij in Bavel in Breda. Dan spelen we uit in ieder geval. Dus dan weten jullie dat ook weer. En ik ga de vlog zo afsluiten. Ik ben al 8 minuten aan het lullen in ieder geval. Jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Wees er aanstaande zaterdag bij. Koop die tickets nu het nog kan. En koop ook tickets voor Donar. Of voor Donar en voor FC Grunning in het thuisvakken natuurlijk. Ik ben ook bij de thuiswedstrijd in Martini Plaza. Thuis tegen basketbal Feyenoord Rotterdam. En dat duel is ook zo goed als bijna helemaal uitverkocht. Je kunt nog kaarten kopen voor de thuiswedstrijd in Martini Plaza. Donar thuis tegen Feyenoord basketbal om 8 uur 's avonds. 17 februari ben ik ook in de Martini Plaza, ben ik daar te vinden. Dus mocht je nog naar de wedstrijden willen, dan kan dat natuurlijk. En wij zijn al geplaatst voor de Elite Gold Donar. En hopelijk gaan even zo rennen naar de halve finale. Winnen wij van Fortuna Sittard. En winnen wij hopelijk van Den Bosch. Maar dat is natuurlijk dat is natuurlijk niet uitgesloten. Het kan altijd gek lopen. De bal is rond. En Den Bosch kan ook winnen thuis. Want Den Bosch is op dit moment erg sterk. En is ook niet voor niets bekerfinalist tegen Landstede Hamers uit Zwolle. Die twee staan in de finale om de NWB bekerfinale. Waarschijnlijk in Almere. Dus wij zijn daar helaas niet bij. Maar goed, volgend jaar zijn wij waarschijnlijk wel weer in de finale. En dan gaan we het allemaal zien. En hopelijk dat wij aanstaande zaterdag winnen in Den Bosch. Maar we gaan het gewoon zien wat het allemaal gaat brengen. En ik hoop in ieder geval een mooie overwinning voor Donar. En ik zit in ieder geval in het uitvak
Wij gaan Dona steunen naar de overwinning in Den Bosch in de Maaspoort. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou tof? Laat even weten hieronder in de reacties. Ik ben super benieuwd en laten we de wedstrijd maar snel komen. En ja, in ieder geval de wedstrijd moet gewonnen worden. En that's it. Punten moeten meegenomen worden. Dan kunnen we nog stijgen op de ranglijst. Het wordt aanhaken of afhaken nu voor ons Dona Grunning. Dus ja, wat zeggen jullie? Wat gaat het worden? Laat het onder even weten hieronder in de comments, in de reacties. Wat de stand gaat worden en wat de eindstand gaat worden. Het eerste kwart, tweede kwart, derde kwart en vierde kwart. Dus laat maar even weten. En dan zie ik het wel. Jullie voorspelling in ieder geval. Dus laat maar even weten. Ook voor FC Grunning thuis tegen Fortuna Sittard in de kwartfinale van het KNVB bekertoernooi. Laat maar weten wat dat gaat worden. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Ja, voor nu wil ik iedereen heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou tof? Laat even weten hieronder in de reacties. En we gaan door naar de volgende wedstrijden. En ja, we gaan het allemaal wel zien. En hopelijk dat FC Grunning en Dona gaan winnen donderdag en nu aanstaande zaterdag. Ja. We gaan het gewoon zien en mogen de beste winnen natuurlijk. En we gaan hopelijk met een mooie score terug naar Grunning, Donar en FC Grun. Laat Fortuna natuurlijk kansloos hopelijk in de thuiswedstrijd. En we gaan het allemaal wel zien wat het gaat worden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vind je deze video nou leuk? Laat even weten hier ook in de comments, in de reacties. En doe even dat duimpje omhoog voor Donar als je voor Donar bent. En even één ding heel belangrijk. Wie niet springt, is voor Den Bosch. En wie niet springt, is voor Den Bosch. Ja, ja. Hopelijk dat we dat gaan zingen in het uitvak. Maar we gaan het wel zien allemaal. En heel erg bedankt allemaal voor nu. En bedankt voor jullie tijd en voor jullie begrip allemaal met alles. En wat er allemaal gaande is. Natuurlijk ook met mijn moeder natuurlijk alles. Ja. Bedankt voor alle lieve reacties. En ja. Ik ben super hyped voor deze wedstrijd aanstaande zaterdag. En voor de thuiswedstrijd van FC Grunning tegen Fortuna Sittard en Dona in de uitwedstrijd tegen Nieuwheers Den Bosch aanstaande zaterdagavond. In de Maaspoort in Den Bosch. En dan spelen wij op 17 februari weer thuis in Martini Plaza tegen Feyenoord Basketbal Rotterdam. Ook weer om 8 uur. En dan spelen wij de volgende thuiswedstrijd met VV Trinitas Oosterwijk G1 op zaterdagochtend 24 februari om 11:30, 11:30. En wij moeten dan om 10:50 aanwezig zijn. Op de club in ieder geval. En dan spelen wij weer thuis. En dan hopelijk dat we ook weer winnen. Ja, voor nu wil ik jullie heel erg bedanken. En dan zie ik jullie graag een andere keer. Tot zaterdag. Peace out. Dikke, vette peace. Laters. Peace out.